Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Sluierwolken boven Nederland, op de Noordzee nog een veldje lage bewolking, maar met een zuidelijke wind komt dat niet meer dichterbij. En dat betekent dat we vanavond een mengeling hebben van opklaringen en die sluierwolken. De temperatuur blijft lang vrij hoog op een graad of 16 en er staat een zwakke tot matige wind uit de zuidelijke richting. De komende nacht begint de wind langs de kust voorzichtig toe te nemen. We houden opklaringen, we houden sluierwolken en geleidelijk daalt de temperatuur naar 8 of 9 graden. De temperatuur loopt morgen langzaam op. 12 tot 15 graden wordt het. We beginnen in het oosten met nog een beetje zon. Dan volgt er wat regen. En in de namiddag begint het van het westen uit weer op te klaren. Stevige wind, vrij krachtig tot krachtig langs de kust. en windkracht 6, net als zondag. Zondag valt er lokaal een bui, maar de kans is duidelijk minder groot. Er is af en toe wat zon. En dan wordt het gemiddeld zo'n 15 graden. Maandag de friste dag, met 12 graden gemiddeld en een noordwestenwind. Vanaf dinsdag keert het zachte lente weer geleidelijk terug in onze omgeving. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl